Deze zes vrouwen hebben zich losgemaakt halverwege de wedstrijd over 70 kilometer. En voorin twee Groningse vrouwen. Op kop Voske Tamer van der Wal en achter haar de berensterke Jolanda Langerland. Ik ben dit seizoen ingegaan als knecht van Vos en zo ga ik ook gewoon naar deze wedstrijd toe. In principe trek ik gewoon de sprint aan voor Vos, dat is de insteek. Maar krijgt Langerland daar de gelegenheid wel voor? Ze voert nogmaals het tempo op in de kopgroep, want ze weet dat het peloton dichter en dichterbij komt. De maximale voorsprong is 30 seconden. Maar het gat wordt kleiner en kleiner. 15 seconden, 10 seconden, 70 meter. En de samenwerking wordt steeds slechter in de kopgroep. En dus wordt het een eindsprint om de nationale titel. En dan zijn alle ogen natuurlijk gericht op Voske Tamer van der Wal in strijd met Mariska Huisman. En wie gaat er dan winnen? Wie komt er als eerste over de streep? Het is Mariska Huisman, gevolgd door Voske Tamer van der Wal. En Danielle Beckering sprint heel knap en verrassend naar de derde plek. En zoals zo vaak dit seizoen moet Van der Wal het afleggen tegen Huisman. Maar toch is ze tevreden met een tweede plaats. Ik zat er elke kopgroep zat ik erbij. We zitten op een gegeven moment natuurlijk zitten we in een mooi groepje met zes. Daar zit Jolanda er ook bij. Nou ja, Jolanda die gewoon een sterke wedstrijd rijdt. Maar ja, op een gegeven moment komt nog wel het peloton terug natuurlijk in de laatste kilometer. En dan is het gewoon weer, worden de kaarten opnieuw geschud. Ik heb niet helemaal die topsnelheid die Voske en Mariska wel hebben. Dus ik moet er gewoon op tijd beginnen. En dat was toch een redelijk goede tactiek.